Daily Minutes nummer 1599 met een uitzending voor vandaag 19 april 2019. Dit is het bulletin van vrijdag. Het eerste item van vandaag is een beetje ongebruikelijk, zelfs voor de Daily Minutes. Zoals ik al had aangegeven ben ik met een nieuwe podcast aan het beginnen. Nou, het is meer een experiment. Het is nog niet helemaal duidelijk wat ik daarin ga doen. Er zijn een paar dingen die ik graag zou willen. Eentje is om een podcast in het Engels te doen. Een andere is om interviews te gaan doen. Ik zou die twee ook kunnen combineren of afwisselen en beide doen. Er is ook nog een derde item wat op mijn verlanglijstje staat. En als ik eerlijk ben ook nog een vierde. De derde is iets waar ik relatief weinig ervaring mee heb. En dat is het schrijven van fictie. Mijn eerste gedrukte publicatie op papier, dat was in 1990, was fictie. Het was een kort verhaal in 400 of 500 woorden. Er is verder nog iets wat ik graag wil. Ik zei dat al, dat is misdaadverhalen schrijven. Dat lijkt me namelijk erg moeilijk. Ik kan zowel schrijven in het Nederlands als het Engels, maar het eerste begin van zoiets, eigenlijk meer wat vingeroefeningen, heb ik in het Nederlands geschreven. Het is het begin van een misdaadverhaal waarvan alleen het intro pas is geschreven. Daarnaast heb ik al een synopsis van het verloop van het verhaal, maar nog niet een ontknoping. Het is niet het eerste misdaadverhaal dat ik geschreven heb. Ik heb dat rond, schrik niet, 1985 al eens gedaan. Dat was door de weinige ervaring die ik destijds had niet meer dan een vingeroefening, maar misschien dat ik het ooit nog eens uitwerk tot een echt verhaal. De beste manier om te kijken of het werkt is om dit nieuwe verhaal gewoon te gebruiken. Misschien is het wel onbruikbaar of zitten er anachronismen in of andere fouten. Door het later terug te luisteren kan ik zelf horen of het inderdaad werkt en misschien komen er ook wel reacties op. Een titel heb ik nog niet, maar hierna volgt gewoon het eerste hoofdstuk van zoiets. Het was op een vrijdagavond. De oude regisseur, genoot van zijn pensioen, probeerde het rustig aan te doen. Hij vond tijdens zijn werkzame leven nooit wat aan de politieseries op televisie. Hij stoorde zich aan de dingen die erin niet klopten. Maar sinds zijn vervroegde pensionering had hij de onjuistheden die ook in die series zitten over het hoofd kunnen zien en hij keek er zowaar graag naar. Dat terwijl hij er bij zijn actieve leven bij de politie om diezelfde reden alleen op neergekeken had. En het was op dat moment dus nog geen jaar nadat hij met pensioen was. Doffelse, zo sprak hij schamper aan de telefoon. Hij had nog zo'n ouderwets toestel, gewoon op het dressoir met een snoer eraan. Sinds hij met pensioen was, had hij het apparaat een stuk minder gebruikt. Het was zijn oude chef die hem net voor 10 uur 's avonds nog belde. Peterson, een jonge kerel met managersideeën, die hij als oude rotzo verfoeide. Peterson wilde niet weten hoe het Doffelse verging nu hij vooral thuis zijn dagen sleet. Ze zaten met een geval dat zich ongetwijfeld tot een cold case zou ontspinnen en iedereen die bij de zaak betrokken was, was van mening dat slechts één persoon zo'n zaak zou kunnen oplossen en dat was Doffelse. Voelde hij er niet voor om op freelance basis terug te komen, al was het voor een paar dagen? Doffelse had er geen zin in. Hij was de zakelijkheid, het denken in targets van de recente jaren meer dan beu. En hij was altijd falikant tegen geweest als mensen van buiten het korps zouden worden aangetrokken. Geldverslinders, zo had hij ze vaak genoemd, als hij met gelijkgestemde collega's verzuchtte over hoe het in eerdere jaren allemaal beter was. Toch kon hij zich ook de onrust van zijn vroegere baas wel voorstellen. En het was voor hem, die vaak aan de kritiek van de oude rot Doffelse blootgesteld was geweest, beslist geen kleinigheid om nu juist Doffelse een veer op te steken en hem te vragen om het team te komen assisteren of misschien zelfs wel het voortouw te nemen. Praten kan altijd. Zo besloot Doffelse om die maandag op zijn oude bureau aan te treden, in elk geval om te vernemen over wat voor zaak het ging. Ja, dit is deel 22 van de serie over repeatertechniek. Ik ben gisteren nadat het hoofdstuk over amateurtelevisie was afgesloten over repeaters voor digitale spraak begonnen. De historie daarvan in Nederland, althans van fabrieksmatig beschikbare apparatuur, die begon ruim 10 jaar geleden in het najaar van 2007. Duitsland liep duidelijk voor op het gebied van digitale spraak ten opzichte van Nederland, België en Engeland en helemaal ten opzichte van Frankrijk waar lange tijd belangrijke beperkingen voor het D-Star-systeem bestonden. In Duitsland was er 1 of 2 jaar voor Nederland al activiteit op D-Star en er waren repeaters. Ook daarvoor waren er al repeaters voor digitale spraak. Dat waren er 1 stuk of 20 die werkten met het systeem van de Amerikaanse overheid dat daar onder andere door de politie gebruikt wordt, APCO Project 22 of kortweg APCO. Nee, APCO Project 22 of kortweg P22, APCO P22 of zelfs APCO genoemd.
In de VS werd al veel langer met digitale communicatie gewerkt bij een deel van de hulpdiensten. De apparatuur voor dat systeem was behoorlijk duur, maar inmiddels was er zo'n 10 à 15 jaar geleden al een eerste golf surplus apparatuur beschikbaar gekomen, doordat de oudste apparaten al aan vervanging toe waren. Dus er waren genoeg apparaten voor te koop, ook voor een redelijke prijs. In Duitsland waren er dus een stuk of 20 van die P22 P25 repeaters. Ik ga de verspreking er vandaag niet uithalen. Op verzoek van Jurgen. Maar goed, toen D-Star opkwam, toen schakelden veel van die repeaters van P25 over naar D-Star. Sommige bleven ook. En andere hadden op hun locatie vervolgens zowel D-Star als APCO. Voor Nederland was digitale spraak dus nieuw in 2007 en 2008. Repeaters van het merk wat D-Star introduceerde, die waren heel duur, zo'n €4500. Je had een controller nodig en een repeater unit om op één band te werken. En je kon dus ook modules voor meerdere banden op één controller zetten. Ik schat er zelf in dat ofwel door amateurs niet te bouwen zouden zijn, of dat het heel lang zou duren voordat het zover was dat amateurs zo'n ingewikkeld systeem zouden kunnen maken. Ja, ik was er een poosje uit geweest. Maar ook als je er middenin zit, maak je nog wel eens een flinke inschattingsfout. De eerste anderhalf jaar had ik overigens gewoon gelijk. De repeater voor D-Star die in Amersfoort stond, heeft in mijn herinnering, maar ik werd er niet helemaal zeker, een jaar gedraaid zonder dat hij aan een netwerk ging. Maar het zou ook kunnen dat hij na een paar maanden al aan het netwerk kwam. Dat weet ik niet helemaal zeker. In het begin was er veel tegenstand tegen dat nieuwe systeem. Deels was dat oprecht, deels ook was het dat mensen met dat nieuwe, dure systeem niet konden meeluisteren. Ons werd verweten elitair te zijn, omdat we niet solidair waren met de amateurs die dit niet konden betalen. En er was nog veel meer. Ook waren er regelmatig broodje-aap-verhalen. Bijvoorbeeld ging diverse malen het gerucht dat D-Star binnen 1 of 2 weken verboden zou worden. Dus je kon je spullen maar beter direct verkopen, want over 2 weken had je er niks meer aan en dan kon je de boel ook niet meer aan de straatstenen kwijt. Er waren ook mensen die ons verweten dat D-Star de positie van FM zou overnemen en dan zou hun FM-apparatuur niks meer waard zijn. Ja, ik vind toch dat je als centamateur een experiment doet. En het kan wel een duur experiment zijn in het begin. Maar als je dat niet doet, dan zal het ook nooit goedkoper worden. En ja, zo zijn er meer argumenten. Maar ik vind dat je een nieuwe techniek moet omarmen. En discussie over of er dan patent zit op een chip. Ja, dat is natuurlijk wel waar. Maar er was ook geen alternatief. En voor die chip is nog steeds geen goed alternatief. En al die vervolgende systemen zoals DMR en ook C4FM, die werken allemaal met een vocoder chip van dezelfde fabrikant, waar hetzelfde voor geldt als voor D-Star destijds. Maar goed, zover dat er allemaal nadelen waren of dat D-Star FM heeft verdrongen, zover is het niet gekomen. Je ziet dat het nu allemaal vrij probleemloos naast elkaar kan bestaan. De een houdt nu eenmaal van de moeder en de ander van de dochter. Of is dat nou een rare vergelijking? In mijn herinnering zo'n anderhalf jaar nadat we waren begonnen, de eerste repeaters die van Breda en Amersfoort waren inmiddels op het D-Star netwerk gekoppeld, kwamen de eerste geluiden over beperkte mogelijkheden om zelf een repeater te maken. Repeaters voor digitale spraak die je kunt kopen bestaan dikwijls uit 2 mobiele apparaten, waarvan het apparaat dat voor zender bedoeld is van extra koeling is voorzien. Die apparaten die zijn dan in een groot 19 inch lader gebouwd. Het printje waarmee je iets repeaters kon maken, dat was gemaakt door een Satoshi in Japan. Dat was een hoogleraar al daar die zowel een Japanse als een Amerikaanse callsign heeft en die goede contacten met ICOM onderhield. Met het printje dat hij leverde, dat was een bouwpakket, kon je een hotspot maken. Een hotspot is een zendontvanger die net zo werkt als een node of een link bij Echolink, maar dan voor D-Star. Stond iemand in de ether, dan ging dat geluid naar het netwerk van D-Star en kwam er van het netwerk een signaal, dan werd het op dezelfde frequentie in de ether uitgezonden. Het bouwpakket voor het printje kostte nog minder dan €100 en met een zendontvanger met een 9K6 packet aansluiting kon je er zo'n hotspot mee maken. De firmware had Satoshi zelf verzorgd, de software die het allemaal liet werken kwam van amateurs uit de VS. Je kon er ook een repeater mee maken met een losse zender en een losse ontvanger, maar die kon dan niet op het D-Star netwerk gekoppeld worden. Ik heb begrepen, maar ik weet niet of dat klopt, dat dat zo zou zijn vanwege een afspraak met ICOM om niet met hun stevig geprijsde repeaters te concurreren. Ja, het bloed kruipt echter toch waar het niet gaan kan. En al na een paar maanden kwam er van de Amerikanen een versie van de software die ook het koppelen van een repeater met deze software mogelijk maakte aan het netwerk. Om de ontwikkelingen hierna te kunnen uitleggen moet ik eerst een beetje over de techniek hierachter vertellen. Maar dat doe ik in een volgend deel van deze serie over repeatertechniek. Kijk, zonder fouten ingesproken. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl.
De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.